Hey iedereen, vandaag ook een stukje vlog van mij. Want Thalisa is de hele avond weg, maar als Thalisa weggaat, dan plan ik meestal ook wel iets in, omdat ik dan ook mezelf kan bezighouden. Vanavond heb ik afgesproken met 4 van mijn kameraden om samen iets te gaan eten. Wij hebben afgesproken in Café Latino, een restaurantje midden van Hasselt, dus dat is niet zo ver van mij. Kan ik perfect van thuis uit wandelen, wat ik nu dus ook aan het doen ben. Maar ik ben wel een beetje laat. Het is nu het tijdstip dat we hebben afgesproken en ik moet nog wel een 5-tal minuutjes wandelen ofzo. En ik wil nog geld gaan afhalen. Dus ik ga een beetje later zijn. Sorry boys. Ik ben nu in het centrum van Hasselt aan het wandelen. En ik moet eerlijk zeggen, vloggen in het openbaar vind ik nog altijd een beetje raar. Omdat ik het nog niet zo heel lang gewend ben. Ik doe het nog niet super lang alleen. Als ik samen ben met Thalisa, dan is het makkelijker vind ik om met 2 in het openbaar te lopen en een camera vast te hebben. Alleen is dat een beetje moeilijker, dus toch dat gewoon wennen voor mij. Vooral ook gewoon dat ik qua persoonlijkheid een vrij introvert persoon ben. Ik deel niet zo graag dingen met anderen. Of ja, ik deel wel graag dingen met anderen, maar ik ben niet graag luidruchtig of opvallend in het openbaar. Dus dat hoeft dan niet echt voor mij. Maar het is gewoon een beetje wennen en I'll get used to it, want ik vind het wel heel tof om te doen. En een quote die jullie zeker niet de eerste keer horen nu van mij, dat is: als je iets wilt bereiken, dan moet je soms dus uit je comfortzone stappen. En dat is precies wat ik nu aan het doen ben. Enchiladas met kip. Gewoon ook met kip. De beste, hè? Jij, met? Gehakt. Hier gehakt, ja. Allemaal enchiladas, enchiladas. Maar Leander moet weer speciaal doen, hè? Wat speciaal, lekker zo, hè? Aangekomen. Het is ondertussen 11:30. We zijn net nog iets gaan drinken bij Café Café in Hasselt. En daarna zijn we doorgegaan. We zijn niet zo lang gebleven, want morgen is het vrijdag. Iedereen moest vroeg gaan werken. Dus we hebben er niet een al te late avond van gemaakt. Thalisa ligt al boven in bed, dus ik ga me nu ook klaarmaken. En mijn bedje, want ik moet morgen nog ook gaan werken. Om 8:30 beginnen. Het enige nadeel van zo weggaan is dat je... Oh, ik stink echt naar sigaretten en naar bier. Alleen dat bier niet echt, maar vooral de sigaretten, omdat er zo'n rokersruimte was. Dat is het minst aangename toch van op stap gaan. Goed, bon, ik ga me klaarmaken, want ik ben moe. En dan kan ik bij mijn schatje kruipen. Dus ik zie jullie terug morgen. YouTube-kanaal in ons leven van Thalisa. Het is vandaag vrijdag, dus de laatste dag dat ik moet gaan werken voor deze week. En ik ga nu vertrekken, want het is al late again. Dus hop, iets aan doen en dan ben ik weg. Vandaag trouwens iets speciaal, want ik heb een andere auto. Dit is de sleutel ervan. En zoals je ziet, is het geen BMW. Ik heb mijn auto moeten binnenbrengen omdat de uitlaat veranderd werd. Ik heb die terug naar de garage gebracht gisteren. Dus er wordt vandaag een nieuwe uitlaat op mijn auto gestoken. Ene die terug een beetje mooier klinkt dan dat het nu was, want nu was het heel stil. Dus ik ga je even mijn vervangwagen laten zien. Tadaa! Oh, je ziet niks. Ik bedoel... Tadaa! Omdat mijn auto dus in de garage is, heb ik vandaag deze auto. Dit is mijn mama's auto. Het is een klein verschil met wat ik gewend ben met deze 90 sterke pk's die erachter zitten. Maar ja, het is maar voor een dagje. Straks moet ik mijne terug gaan halen. Ik ben benieuwd hoe het resultaat terug gaat zijn. Ik ga alleszins terug
veel gelukkiger mee zijn, want ik merk wel dat het zo, dat ik het, als de auto gewoon stok was, was het een beetje saai. Het was maar gewoon, het ging vooruit, maar je hoort niks en toch heb ik wel het meeste goed gevoel, zo dankzij een mooi geluidje van de auto, dus dat gaat wel. Kijk, wel blij zijn als dat terug is. Sorry Peugeot, maar dit is echt de minst fijne auto waar ik ooit in gereden heb. Oké, hier begint de werkdag voor mij, dus tot straks. Jokes, hier ben ik terug. De werkdag zit erop. Ik heb deze namiddag ook nog gewerkt samen met Nick voor ons bedrijf Concept Island. Waarmee dat we bedrijven helpen voor hun social media. Nu ben ik terug thuis aangekomen, want het grote moment is aangebroken. Jongens en meisjes, het grote moment. Ik mag terug mijn auto gaan halen. En het licht gaat uit. Het grote moment. Ik heb een hele dag erop moeten wachten. Eén hele dag zonder mijn auto. Het is niet plezant. Ik moet afscheid nemen van mijn mooie Peugeot van mijn mama hier. Maar nu is het tijd om mijn Nikita terug te gaan halen. Vaste kijkers die weten dat ik naast Thalisa nog een grote liefde heb. En dat is mijn blauwe BMW MT35. Ik heb de uitlaat laten aanpassen vandaag, dus die ga ik nu terug ophalen. Ik ga eerst horen hoe dat hij klinkt. Normaal gezien klinkt hij goed, want ik heb het ervoor al hetzelfde systeem eronder gehad. Dus ik ben heel benieuwd, ik ga nu kijken. Hier is het toch, mijn Nikitatje toch. Ondertussen heb ik mijn schatje erbij gehaald. Hey. Samen heeft zijn auto terug, zal hè? Ja, volgens mij ben je heel gelukkig dat ik het terug heb aangepast. Niet waar? Oh ja, wel. Ja? Ik had liever dat het niet gehoord, dat bleef zonder dat geluid. Maar dat was toch saai? Zeg je? Nee, jij zei dat dat saai was. Ik zei dat dat goed was. Oeh, voor ik had de het speciaal buren. Voor je aangepast. Nee, ik zei dat dat goed was. Ik ben benieuwd. Hij zei dat het wel anders klinkt, hè? Ja, het is toch minder als vorige keer? Allee, je weet dat nog niet. Ik weet niet, ik heb het nog niet gehoord. Ik vind het wel. Valt toch mee? Oh ja. Cool. Ja, het valt mee. Ja, het is echt zo. Oh, het is weer al zo hard. Ik vind het al zo zielig voor de buren. Weet je, als we nu ergens in een huis woonden, in het platteland of allee, zo ergens. Een paal of zo, in een rustige straat. Of, ik weet daarvan niet. Daarvan is het net nog erger, denk ik. Zijn ze gewend om geluid en verkeer en zo te hebben? Ja, misschien wel, dat kan. Ik weet heel het niet. Heel vrolijk rond zich. Maar ik denk dan echt zo, oh, arme buren. Zeker als je in de garage start, dan is dat eens zo hard. Lage tonen, dan ging dat zo in uw auto, zo geluid. I'm glad you like it, hè. Ja, dat is toch veel beter, nee? Ja, vind ik ook. Oh ja, dat trilt niet zo. Oh, nee, dat is nog altijd nee, luid, ik vond dat maar vorige beter klinken. Ja? Maar dit is aangenamer om dagelijks mee te rijden. Ja, ja. Ja, ik vond het zonder iets het beste. Ja, dat was tenminste aangenaam. Boring! Ja. Omdat hij niet meer zoveel lawaai maakt. Jawel, omdat ik zo blij ben. Ja. Dat ik hem eindelijk terug heb. Ja. Na een lange dag. Je hebt die één dag moeten missen. Ja, zeg. Spelen. Ik vind wel dat het nu lijkt alsof de auto meer protjes slaat. Meer protjes? Ja. Zo, dat doet zo. Ja, die gaat zo. Zo. Pap, pap, pap. Pap, ja, ik zei schiet. Schieten, of hoe noemt dat? Ja, die schiet zo een beetje. Hè. Ja, die schiet zo. Dat zijn protjes, ja. Maar ik dacht protjes, dat past met Thalisa, dus dan kunnen jullie protjes buddies zijn. Ah, en jij niet, of wat? Nee, dan zijn we nooit. Drie protjes buddies, ik ja. Ik doe dat nooit. Nee. Boah. Ik doe dat niet.
Ik heb nog nooit van mijn leven een windje gelaten. Nooit. 20 per dag. Oh ja. Overdrijf. Ja, 19 dan. Oh, dat is niet waar. Niet geloven aan mensen. Ik laat geen scheetjes, hè. Ik ben nee, Thalisa van Instagram. En ik was me elke dag. Ik laat nooit scheetjes. Ja, als je naar het toilet gaat, dan komen er roze bloemetjes roze, uit. Ja, ja. Roze geur, toch? Dat is parfum wat eruit komt. Ja, ja. Of course. Verdrijs uit je poep. Ja, zo is dat. Oké, okay, hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Thalisa vond hem al super zo te zien. Ja, echt. Wauw. Ik vind Sam vlogjes altijd heel leuk. Sam vlogjes. Dus thumbs up voor Sam vlogjes. Want dat betekent dat ik minder moet vloggen en monteren als Sam vlogjes maakt. Ah, zo bekijk je dat. Jij bent een toffe jij. Ja. En je vlogjes zijn toch kei leuk, dus. Ja, ik weet niet. Dat is wel een ander onderwerp als dat ze bij u kijken, hè. Meestal. Ja, dus, ja. Maar ik zag wel vandaag veel reacties ook van meer Sam vlogjes. Goeie afwisseling is leuk, hè. Ja. Ik vind het leuk om zo, zowel iets van u als van mijn leven te laten zien, dat je zo ons ziet. Dat is waar. Dus zeker thumbs up voor deze video. Abonneer op ons kanaal. En ook een leuke comment naar. Dat voor ook, Sammy. Ja. Dat ook. Of voor mijn Sammy. En tot morgen!